Het eerste album is voor mij geschreven en ik heb het geluk gehad dat ik met 15 super vette schrijvers mocht schrijven en waarvan ik het eigenlijk heb kunnen jatten hoe je een liedje maakt. Een aantal van die schrijvers waren Alain Clark en Han Korenheef. Alain Clark, neem maar dat iedereen die kent. Han Korenheef is een schrijver die veel van Marco Borsato heeft gedaan. Dus zij hebben een liedje geschreven voor mij toen, dat heet Beeld zonder geluid. En dat gaat eigenlijk over het missen van familieleden, vrienden. Ik ga een stukje spelen en dan vertel ik daar nog wat. Thuisvonddag wilde spelen en ik maak muziek voor de mensen, dus ik wilde dat heel graag doen. Ik ben daar geweest, naar aanleiding daarvan hebben ze gevraagd of ik naar Afghanistan wilde gaan, om daar voor de jongens en meiden van het leger te spelen. In eerste instantie had ik zoiets van, nee, ik ga niet naar een oorlogsgebied, ze hadden het over raketten die overvlogen en alles en ik denk, nee, dat ga ik sowieso niet doen, maar aan de andere kant dacht ik van, muziek helpt mij als ik verdrietig ben en als ik vrolijk ben, als ik kwaad ben. Dus ik heb ook een soort plicht om dat naar hen te doen. We zijn erheen gegaan en toen heb ik eigenlijk ontdekt dat muziek echt iets magisch is. Ik was zelf al liedjes aan het schrijven, maar het was nooit goed genoeg, nooit vanuit mezelf. Na die ervaring heb ik eindelijk gezien hoe je hart ergens in moet leggen. Ik ga nu een liedje spelen wat ik nog nooit heb gespeeld voor andere mensen. Het is Engels. Vergeef me als het fout gaat. Ik ben ook echt onwijs zenuwachtig om het te gaan doen. Niet doen.